Hoi, ik ben Annette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een video van mijn seriereeks Mijn Eerste Keer. Mocht je hier nieuw zijn, dit is een serie die ik al een tijdje doe op mijn kanaal. En hier vertel ik eigenlijk over ervaringen, dingen die ik voor het eerste keer heb gedaan. Die veel van jullie meemaken, of al mee hebben gemaakt, of nog mee moeten maken. En ik vertel daar mijn eigen ervaring over. En ik vraag ook meestal bij dit soort video's wat jullie de volgende keer willen zien. En meestal krijg ik heel veel reacties over relaties, seks en dus ook heartbreaks of gebroken hart of hoe relaties die uit elkaar gaan. Gewoon dat hele gebeuren. Dus het leek me leuk om daar vandaag mijn verhaal over te vertellen. Hoe mijn allereerste heartbreak was. Sowieso om wat meer gewoon over überhaupt in general mijn eerste relatie te vertellen. Hoe dat voor mij was, et cetera, et cetera. Dus laten we gewoon snel beginnen. Het voelt best wel een beetje onwennig of zo om hierover te praten. Het is niet eens zo heel erg lang geleden. Ik was 15, ik ben nu 19, dus het is 4 jaar geleden. En het voelt voor mij echt als forever ago. Dus er is ook zeker een kans dat diegene waar ik het vandaag over ga hebben, mijn ex-vriendje of hoe je het ook wil noemen, deze video kijkt, dus we gaan gewoon even vanaf het begin beginnen. Ik was dus 15. Eigenlijk was ik bijna 16. Ik zat in mijn examenjaar van mijn middelbare school, VMBO-TL. Dus ik was zeg maar in de overgang van 15, 16 jaar. En ik had dus nog nooit echt een serieuze relatie gehad. Eigenlijk mijn hele middelbare schoolperiode niet. Ik was om heel erg te zijn gewoon heel erg met mezelf bezig. Wat ik zelf wilde. En ik was mezelf gewoon een beetje aan het ontwikkelen en zo. En ja, die hele fase, ik was ook echt ongelooflijk onzeker. Dus dit ging eigenlijk best wel spontaan. Ik zat al best wel een tijdje in een redelijk grote vriendengroep. En de jongen waar ik uiteindelijk mee in de relatie kwam, die kwam daarbij heel spontaan. Dus vaak op feestjes en zo kwam ik hem tegen. En vanuit daar ging het eigenlijk redelijk snel. We zagen elkaar gewoon opeens. We dachten waarschijnlijk van, hey, we vinden elkaar wel leuk. Dus we hadden een paar keer gewhatsappt. En toen hebben we afgesproken. En zo ontstond eigenlijk een relatie. Hij duurde helemaal niet lang. Ik geloof dat we 2 maanden bij elkaar zijn geweest. Hooguit 2,5 maand. Voor mij was het allemaal nog heel erg onderzoeken hoe alles te werk ging en zo. Hij was daarin wel iets meer ervaren. Hij had voor mij al een relatie gehad. Ook niet heel lang. Ook maar iets van 5 maanden of zo. Maar we waren beide zeg maar gewoon best wel nieuw daarin. Dus eigenlijk was die relatie best wel leuk. Ik leerde mezelf gewoon een beetje op dat gebied kennen. Ik vond hem ook echt wel leuk. Ik weet niet of ik daadwerkelijk echt verliefd op hem was. Weet je, voor mij was het ook vooral, nieuwe relatie met een jongen die ik wel leuk vind. En weet je wel, zeg maar, ik denk dat ik na hem pas echte verliefdheid heb ontdekt. Maar ik vond hem in ieder geval wel heel erg leuk. Dus we waren toen ongeveer 2 maanden samen en ik was 16 geworden. En ik had mijn examens gehaald. Ik was geslaagd, ik zou naar het mbo gaan. Dus ben ik met een vriendin naar Mallorca gegaan. Het was een soort van examenreis, zuipvakantie. Niet zo erg als waarschijnlijk de meesten nu doen tegenwoordig. Wij gingen gewoon met z'n tweeën. En ik heb toen ook alles gevlogd trouwens. Dat is nog terug te vinden op mijn kanaal. Wat ik daar zowel deed. Ik ging best wel veel uit. Drinken. Laat slapen. Beetje chillen daar. Gewoon een chille vakantie eigenlijk. Niet een ontzettende zuipvakantie. Op die vakantie kwam ik er toen een beetje achter dat hij wat gekkig deed op WhatsApp. En ik weet niet precies hoe of wat. Soms dan weet je dat ook niet helemaal uit te leggen. Maar dan voel je gewoon van oké, hier klopt iets niet. Hij appte minder. Hij was wat kort af. En ik dacht van oké, beetje vaag. Maar ik dacht, weet je, ik ben hier gewoon op vakantie. Ik ga er gewoon lekker van genieten. Ik ga gewoon lekker uit. En ik vond het trouwens ook helemaal geen probleem dat ik in een relatie zat terwijl ik op examenreis ging. Ik weet dat heel veel mensen daar, weet je, dat het echt de vakantie is waar gewoon veel stelletjes uit elkaar gaan. Of waar, weet ik veel, veel vreemd gaan voorkomt en zo. Maar ik ben dus nooit zo iemand geweest. Ik wil gewoon altijd gewoon plezier hebben als ik uitga. Ik had totaal geen behoefte aan, weet ik veel, daar andere jongens ontmoeten of zo. Gewoon, als ik met jou in een relatie ben, dan ben jij echt letterlijk de enige die ik zie. En vreemd gaan is voor mij gewoon niet eens een optie. Dus ik zat er om heerlijk te zijn ook wel een beetje mee dat hij een beetje gek deed op WhatsApp. Maar ik dacht, weet je, gewoon even lekker loslaten. Ik ben hier nu, weet je wel. Ik kan er nu toch niks aan doen. Dus toen op een gegeven moment ging ik naar huis met het vliegtuig. Was ik weer op Schiphol. En ik zou hem eigenlijk niet de dag zien dat ik terug was, maar de dag daarna. Ik was namelijk heel moe. Ik had natuurlijk veel gedronken. Ik was brak, kater, alles bij elkaar. En ik heb sowieso, als ik, dat is ook wel even goed om te onthouden voor de rest van dit verhaal. Als ik heel moe ben, dus weinig slaap heb gehad en ook nog eens alcohol op heb, ben ik heel prikkelbaar en gevoelig. Dat is denk ik sowieso al bij veel mensen. Nou ben ik ook nog eens een HSP'tje. Zo noemen mijn vrienden altijd. Een hoog sensitive person. Dus voor mij is het allemaal nog, ik reageer daar heftiger op, zeg maar. Ik ben dan een stuk prikkelbaarder dan normaal. Dus mag er dan een klein ding gebeuren, dan kan ik daar heel heftig op reageren. Dus hou dat gewoon even in je hoofd.
als we verder gaan met dit verhaal. Dus nou, ik kwam thuis en ik had dus in mijn hoofd van, joh, weet je, ik ga gewoon lekker chillen vandaag. Ik zie haar morgen wel. En toen opeens appte hij mij van, Lynette, we moeten praten. Nou, als je dat appje krijgt, dan weet je eigenlijk wel wat er gaat gebeuren. Dus hij zei van, wil je langskomen? Dus ik zat echt van, oh god, oké, hij gaat het uitmaken. Ik wist totaal niet waarom, want het was gewoon helemaal goed. Het was leuk, we hadden helemaal geen ruzies gehad of zo. Ook voordat ik op vakantie ging, was er helemaal niks aan de hand. Dus het enige wat ik dacht was, oké, hij heeft gewoon in die tijd dat ik weg was iemand anders ontmoet. Hij heeft daar gewoon een meisje ontmoet. Hij had me wel inderdaad geappt over een meisje die hij wel leuk vond en zo. Wat ik ook al heel raar vond. Ik kreeg een soort van, oké, waarom vertel je me dit, weet je wel. Dus ik zat echt zo van, oké, ik ga gewoon naar hem toe en waarschijnlijk gaat hij het uitmaken. En ik ga gewoon rustig reageren, want ik kan me er nu helemaal op voorbereiden. Was uiteindelijk echt, dat liep heel anders. Dat was echt, ach. Bijna beschamend, maar goed. Dus nou, ik ging op de fiets naar hem toe. Het was echt 5 minuten van mijn fietsen. En ik zag hem en ik ging zitten op die bank. Ik dacht, oké, hier komt het, hier komt het. Dus nou, eigenlijk was het al redelijk snel dat hij zei van, weet je, net, ik maak het uit. En ik weet niet wat het was, maar het sloeg echt in als een bom. Terwijl ik dus gewoon wist dat het zou komen. Maar ik denk, als je het dan toch nog hoort, ja. Ik denk waarom het voornamelijk zo heftig voor me was, is omdat hij er geen reden voor had. Dus ik had echt het idee dat hij het had uitgemaakt om mij. Weet je wel, dus normaal gaan relaties uit omdat het gewoon niet werkt. Of door de afstand of door verschillende redenen. Maar nu was het gewoon echt puur dat ik dacht van oké, tijdens een relatie is er gewoon achtergekomen dat hij mij toch niet zo leuk vond. Of weet ik veel, heeft hij kant van me gezien die helemaal niet leuk vindt aan mij. Je gaat heel erg, zeg maar, alles op jezelf betrekken. En ik was al echt al super onzeker, dus dat hielp echt totaal niet. Dus nou, ik echt janken, jongen. Nou, echt beschamend. Ik had echt meteen mijn moeder opgebeld van, mama heeft het uitgemaakt. Ja, ik heb toen nog een tijdje bij hem gezeten. Ik helemaal overstuur. Hij wist waarschijnlijk echt mijn god niet wat hij moest doen. Dan kom je natuurlijk bij de heartbreak, die hele fase. Ik vind, als een relatie uitgaat, het is gewoon zo kut. Als je het nog nooit hebt meegemaakt, hoe het zeg maar een beetje voelt, hoe het is, is gewoon, je hebt zeg maar iemand en daar ben je heel vaak in de week mee. Je doet alles samen, je appt elke dag, het wordt echt je maatje. En opeens met dit, in een split second, is diegene gewoon helemaal weg. Nou, bij hem viel dat dan nog wel mee, maar ik was er op zich wel verdrietig om. Niet heel lang en ik denk ook eigenlijk niet echt dat ik heel verdrietig was om hem. Het was meer dat ik een soort van onzekerheidsvlaag over me heen had gekregen. Omdat ik dus al heel onzeker was. En die relatie gaf me een soort boost. Van, hey, iemand vindt me leuk. En weet je wel, het geeft je gewoon een soort boost om te weten dat iemand je echt leuk vindt. En als diegene het opeens uitmaakt en je denkt echt dat het volledig aan jezelf ligt, dat is gewoon echt, nou ja, helemaal bout. Ik denk dat ik daar vooral gewoon kapot van was. Nou, wonen die natuurlijk dichtbij. En hij zat ook nog eens in dezelfde vriendengroep, wat ik echt verschrikkelijk vond. Toevallig na hem heb ik ook echt alleen maar afstandsrelaties gehad. Dat is niet expres of zo, dat ging gewoon zo toevallig. Maar dan heb je zeg maar dat als het dan echt uitgaat, dan zie je elkaar gewoon echt niet meer. Of je moet elkaar ooit nog eens toevallig tegenkomen, maar die kans is heel klein. En je hebt ook niet dezelfde vrienden. En je hebt gewoon echt 2 verschillende werelden als het ware. Maar als je natuurlijk dicht bij elkaar woont, heb je dat totaal niet. Dus dat vond ik toen echt heel erg moeilijk. Ik denk dat ik er na een maand of zo, of anderhalve maand wel overheen was. En we hebben ook nooit hard feelings of zo naar elkaar gehad. Weet je, het was achteraf helemaal niet zo heel erg serieus. Na hem ben ik pas echte relaties gaan ontdekken en echte verliefdheid en alles erop en eraan, zeg maar. Als ik erop terugkijk, vind ik het ook niet erg dat het is gebeurd, omdat je via heartbreaks en relaties die eruit gaan, kom je jezelf ook heel erg tegen en leer je jezelf ook echt super erg kennen. Dus ik probeer altijd gewoon een positieve eruit te halen, zeg maar. Dus ja, dit was eigenlijk een beetje mijn verhaal erover. Als ik nu terugkijk naar die hele relatie, kan ik er eigenlijk wel om lachen. Ik had het gewoon heel erg leuk gehad en ondanks dat het dan toch niet zo serieus is of weet je, hij was echt niet de liefde van mijn leven, is het wel gewoon iets wat je toch koestert, want het is toch je allereerste relatie geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vind dit soort video's altijd heel erg leuk om op te nemen, om mijn ervaringen te delen. Dus mocht er iets zijn waar je heel erg graag mij over hoort praten, over mijn eerste ervaring over iets, mag echt alles zijn. Laat het hier vooral beneden achter in de comments. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei doei!